Dag beste kijkers van Borgerhout TV. We hebben deze keer in onze studio de hoofdcoach van Gembo, de basketbalploeg van Borgerhout. Deze hoofdcoach, Glenn de Boek, was tot voor kort de hoofdcoach van Soba. Soba, een ploeg waar Gembo vorige week tegen speelde. Hoe was het? Het was goed. Het resultaat was best in orde. We hebben die gewonnen, maar het was wel een vrij moeilijke wedstrijd. Waarom? Het was een wedstrijd van vrij hoog niveau. Er werd heel vlot gescoord. Twee teams waren vrij goed met elkaar afgestemd. Er was veel voorbereidend werk aan vooraf gegaan. Goed, het zat goed om in elkaar, langs de twee zijden. Maar wij hadden toch nog daar. 92-81, dat is toch... Ja, oké, dat is een kloof van een aantal punten, maar dat vertekent een beetje ook wel het beeld. Maar dat is de ploeg waar tegen jullie speelden. Eigenlijk jouw ploeg van tot voor kort eigenlijk. Het is inderdaad zo, ja. 4 seizoenen heb ik daar coach van Hoe geweest. Hoe voelt dat? Ja, dat was wel raar. Dat was wel vrij intens. Toch soms wel met momenten wel vrij emotioneel, omdat je er toch heel veel vrienden hebt. Je leeft naar die wedstrijd toe en dan probeer je dat wat opzij te zetten, dat emotioneel. En dat is vrij goed gelukt. Ik had een bepaalde hoop en die is uitgekomen. Ik wou absoluut niet verliezen. Niet verloren. Ja, hoe ziet het eruit voor de volgende match tegen Ekeren? Ja, oké, dat staat weer op het programma en dat staat weer aangestipt als een vrij belangrijke derby. Een vrij moeilijke wedstrijd. Daar ben ik absoluut zeker van. De ploeg die moeten gaan spelen op Ekeren, of dat nu Gembo is of andere teams, die gaan het daar vrij moeilijk hebben. Wordt vrij goed gecoacht ook. Er zal ook weer een bepaalde voorbereiding rond uitgewerkt worden. Dus, wij zijn geen absolute onbekende voor Ekeren. Het is alleen maar zo, we hebben er al eens tegen elkaar gespeeld in de voorbereiding, dus dat geeft ons wel wat voordeel. Dat is de match in de Top Division 1. Nu heb je ook nog de Beker van België. Het is druk voor Gembo. Tegen Mons, volgende week dinsdag. Hoe zie je dat lopen? Wel, dat is voor mij persoonlijk is dat wel iets totaal nieuw, want dat heb ik persoonlijk nog niet mogen meemaken. Wel als speler uiteraard, maar niet als coach. Dus dat geeft dan ook weer een andere soort van voorbereiding. Maar zelfs het geloof binnen Gembo is vrij groot om daar te kunnen tegen stunten. Dus wie ben ik om dat tegen te spreken? Wat verwacht je? Ik kan geen stoute uitspraken doen, maar ik verwacht wel iets van het team zelf. Omdat we hebben al een keertje tegen, is misschien geen waarde meten, maar we hebben al eens tegen Cabo gespeeld. Dat was vrij positief. Het was een heel goede wedstrijd. Ik denk, als we dat niveau kunnen halen tegen Mons, dan zit daar misschien wel iets in. In het verleden is al iets gebeurd, dus dat mag voor mij zeker nog eens een keertje terugkomen. Oké, bedankt Glenn de Boek en welkom bij Gembo als hoofdcoach. Dus voor Gembo staan er 2 belangrijke matchen op het programma. Nu zaterdag tegen Ekeren en volgende week dinsdag tegen Mons. Bedankt voor het kijken. En tot volgende keer.